Wat hoor ik? Wat hoor ik? Ik hoorde wat. Ik hoorde wel degelijk wat. Hallo? Hallo? Ik vertrouw het niet. Yo kijkers van Doe Maar Gamen. Leuk dat jullie allemaal weer kijken naar een nieuwe aflevering van Wast. Hier op mijn gamekanaal Doe Maar Gamen. Jongens en meisjes, dit is alweer de derde aflevering. Of alweer de vierde aflevering van deze Let's Play die ik doe van de game Wast. Op mijn gamekanaal Doe Maar Gamen. En ik heb er persoonlijk weer een heleboel zin in. De vorige aflevering zijn wij hier eigenlijk een soort van naartoe gegaan. En hebben wij hier een soort van huisje gemaakt, zoals jullie kunnen zien. En ik ben eigenlijk best wel trots op dat huisje, als ik heel eerlijk mag zijn. Ik vind het geen lelijk huisje. Het is ook geen mooi huisje, daar ben ik ook heel eerlijk in. Maar dat heeft er puur mee te maken, omdat het namelijk het allereerste soort van bouwwerk is wat ik ooit heb gemaakt in Wast. Tenminste, niet wat ik ooit heb gemaakt in Wast, maar wel echt het enige gecustomized-achtige bouwwerk, wat in de vorige Wast kon je namelijk letterlijk gewoon een wooden shelter neerzetten, wat eigenlijk gewoon letterlijk in één keer er stond. Je hoeft het zeg maar niet zelf samen te stellen door middel van muren en een vloer en dat soort dergelijke. Hierbij heb ik dat wel moeten doen. Maar in ieder geval, ik heb enorm goed nieuws en ik zal het jullie gelijk even laten zien. Ik heb het namelijk voor elkaar gekregen om metal fragments te krijgen. En nu hoor ik jullie denken, Job, metal fragments, hoe kom je daar nou weer aan? Nou jongens en meisjes, ik heb even opgezocht hoe het nou mogelijk was om eigenlijk gewoon metaal en dat soort dergelijke om te smelten in de furnace. En schijnbaar moest je gewoon eerst hout erin doen. Daarvan kwam charcoal. En als je er dan bijvoorbeeld iets bij doet, zoals metal ore, krijg je uiteindelijk metal fragments. Dus dat is eigenlijk een beetje hoe het is gegaan. En ik ben dus ook echt enorm blij met het feit dat ik nu metal fragments heb. Voor de mensen die zich afvragen, Job, waarom ben jij daar in godsnaam nou weer blij mee? Het is toch maar metaal, wat is daar nou weer speciaal aan? Nou kijker, met dat metaal kan jij allerlei verschillende soorten dingen maken. Zo kan je bijvoorbeeld een pistool maken. Je kan bijvoorbeeld een ander vet wapen maken. Je hebt nou eenmaal heel erg veel metaal nodig voor heel erg veel verschillende soorten dingen. Dus dat is ook een beetje de reden dat ik enorm blij mee ben dat ik dat nu heb. En ondertussen maak ik nog heel even twee van die wooden storage boxen. Want die heb ik namelijk wel heel erg hard nodig als ik eerlijk ben. En ik heb eerlijk gezegd geen idee waarom ik twee van die hamers bij me heb. Oh ja, die heb ik natuurlijk niet de vorige aflevering. Maar die aflevering daarvoor geplunderd bij een of andere gast die in zijn huisje lag te slapen. Daarom hoop ik wel dat dat niet bij mij gebeurt. Ik zou het namelijk jammer vinden als al mijn spullen weg waren wanneer ik even een paar dagen niet aan het opnemen ben. Maar ik ga dus even proberen zoveel mogelijk van die houten opslagdozen neer te zetten. Want daarin kan ik dan eigenlijk even alle dingen doen die ik niet momenteel nodig heb. Ik ben er trouwens momenteel twee aan het maken. Oké, dat is goed. Ik wou net zeggen, ik was heel even bang dat ik op ongeluk drie aan het maken was. Ik zet er gewoon even hiernaast nog eentje neer. Zo. Het lijkt nu in principe gewoon één hele grote, wat eigenlijk gewoon twee kleine zijn. Haha, ik neem jullie allemaal in het ootje. Nee, maar we gooien hier even snel het vlees in. Dat vlees kunnen we ook zo meteen even in de furnace doen. Maar ik gooi het eerst even hierin. Nog steeds weet ik niet of het de bedoeling is dat je voetbar laag of hoog is. Want het staat namelijk nu bij mij mes en vork rechtsonder. Oftewel mijn hungerbar. Staat 178. Ik weet eerlijk gezegd niet of dat betekent dat ik honger heb. Of dat dat betekent dat ik juist geen honger heb. Dan moet ik nog even proberen achter te komen. Maar daar zullen we waarschijnlijk snel genoeg achter komen. Je zou maar een stoordersbox en een stoordersbox doen. Dat heeft toch geen ene reet zin. Oké, even kijken. Wat kan ik nog meer dumpen? Ik zou in principe dit kunnen dumpen. Zo, ik weet nou dat ik momenteel... Oh, ik moet natuurlijk wel even alles pakken. Zo, kan ik ook niet gewoon alles even stacken? Hoeveel kan er bij elkaar? Oh, je kunt 180 kun je stacken. Oké, dat is in principe een heel wat. Zo. Oké, mooi. Even kijken. Kan ik nog wel meer dingen hierin gooien? Ik gooi nog heel even al het hout erin. Kan dit er niet bij of is dat te veel? Oh, dat kan er gewoon bij. Dat is dan net zo makkelijk. En heb ik ook nog wat charcoal bij, maar dat heb ik momenteel niet bij. Maar ik heb wel heel veel zilver ore bij me. Oké, laten we even gaan kijken wat we kunnen craften met die metal fragments die we nu hebben. We zouden een... nou, deze kunnen we uiteindelijk gaan craften. Een EOKA pistool. Daarvoor zullen wij waarschijnlijk wel iets van kogels nodig hebben. We kunnen een Thompson uiteindelijk gaan craften. En holy shit, wat lijkt het mij awesome om dat te hebben. Alleen het probleem daarvan is dat het 350 metal fragments kost. Kunnen we niet iets craften waarmee we gewoon kunnen hakken en zo? Ah, kijk, bullets moeten we uiteindelijk natuurlijk ook gaan craften. Maar ik zat eerder te denken aan dit. Een salvaged axe. Useful for harvesting resources. Dat lijkt me heel erg handig om te hebben. Dat lijkt me echt insane vet om te hebben, to be honest. Die zouden we kunnen gaan craften, maar dan moeten we even wat meer hebben. Dus als ik nou dit even opengooi en ik pak even super veel hout uit een van deze kisten. Laat ik gaan voor 4.100. Dat moet in principe wel genoeg zijn. 4.1k, is net hoe je het wilt zeggen. Dus dan haal ik even charcoal haal ik er weer uit. Dan gooi ik het hout er weer in. En als het goed is, kan dit dan lekker doorsmelten. Ik pak alvast even deze 147 eruit. Ik kan in principe wel beginnen met het maken van iets anders. Ik zou in principe
Even kijken. Ik zou dit kunnen maken. Deze zou ik kunnen maken. Pickaxe. Werkt het trouwens een beetje. Oh, ik moet natuurlijk wel ignite furnace doen. Anders werkt het natuurlijk helemaal niet. Hetzelfde doe ik ook gelijk even met dit vuur. Oh, dat kan ik maar niet doen. Dan moet ik even wat meer hout erin doen. Dat is wat nadeel. Je hebt overal hout voor nodig. Gelukkig kun je hout heel erg makkelijk krijgen. Dus dat is dan wel weer mooi meegenomen. En ik kan natuurlijk ook heel erg makkelijk hout verzamelen. Dus dat is ook wel heel erg fijn. Ik neem wel even 4000 hout mee. Dan gooi ik die 4000 wel gewoon even in het kampvuur. Dan kan dat kampvuur even een lekker lange tijd aanblijven. Voor zover ik het voor me zie, als ik heel eerlijk ben. Want 4000 hout, daar kan waarschijnlijk een kampvuurtje zo klein als deze wel een hele lange tijd mee doen. Hoppakee. Dus dan kunnen we hem nu even ignite fire doen. En ik moet natuurlijk niet in het vuur gaan staan. Dat is namelijk niet het slimste wat je kan doen. Wat hoor ik? Wat hoor ik? Ik hoorde wat. Ik hoorde wel degelijk wat. Hallo? Hallo? Ik vertrouw het niet. Weet je hoe creep? Ik hoor iemand. Ik hoor wel degelijk iemand. Ik weet het zeker. Ik stond stil en ik hoorde toek, 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 toek. Alsof iemand langs mijn huis heen liep. Oh, dit is zo creepy. Open furnace. Oh, we hebben er alweer 13. Dit gaat in principe niet heel langzaam. Toch hoop ik wel dat we ook nog wat anders zouden kunnen maken. Dus ik ga heel even kijken. Wat is dit? Een beer trap. Daar hebben we 100 metal fragments voor nodig. Dat zouden we kunnen maken. Maar ja, ik heb nog geen één beer voorbij zien lopen in het gebied waar ik me momenteel bevind. Dus of dat nodig is, dat weet ik niet. Even nog een wooden storage box. Oh, daar heb ik wat meer hout voor nodig. Oké, dat is geen probleem. Dan maken we even deze doos open. En dan pak ik nog heel even snel 4000 hout erbij. Pak wel het liefst gelijk even al het hout. Dan maak ik namelijk wel even wat meer van die storage boxen. Dat is namelijk wel handig om te hebben. Ik weet niet of je ze op elkaar kan stapelen. Ik denk eigenlijk van niet. Maar als het wel zou kunnen, zou dat natuurlijk heel erg mooi meegenomen zijn. Een lantern. Een lantaarn kunnen we wel maken. Die wil ik eigenlijk ook wel graag hebben, als ik heel eerlijk ben. Want een lantaarn lijkt me eigenlijk ook wel handig om te hebben. Of zul ik even wachten? Nee, weet je, ik maak geen lantaarn. Weet je wat ik doe? Ik wacht gewoon even totdat ik uiteindelijk zo heel erg groot pistool kan maken. Zo Thompson. Of niet zo Thompson, maar ik bedoel eigenlijk zo dingen waarmee je heel erg snel bomen kan omhakken en dergelijke. Hoe heet die nou ook weer? Ik had hem net nog voor me. Ik moet alleen even kijken welke dat ook weer was. Welke was het nou? Deze, ja. De Salvaged Axe. Useful for harvesting resources. Dat kun je waarschijnlijk overal waarvoor gebruiken. Is hier iemand? Een zombie? Een player? Een beer? Een wolf? Er zijn zoveel beesten. Ik moet echt goed uitkijken. Ga weg! Wow, wow, what the fuck sloeg ik nou tegenaan? Er was letterlijk allemaal niks. En ik zag wel dat die practicals, alsof ik ergens tegenaan sloeg. Ik ben zo bang dat ik opeens in één keer besprongen word door een of ander beest. Daarom wil ik eigenlijk graag zo'n Thompson hebben. Want zo'n Thompson is echt een fucking huge ass pistool. Daar heb ik zeg maar echt wat aan. Dus ja, dat wil ik eigenlijk wel even hebben. Open furnace, hoe snel gaat dit? Oh, dat gaat aardig snel. Dat gaat aardig snel. Oké, dan. Nou ja, een storage box. Hebben we die er ook weer bij? We hebben hier in ieder geval nog eentje. Oh, we hadden er per ongeluk twee. Nou, dat is ook niet erg. Beter te veel dan te weinig, zoals ik dat altijd zeg. Dus bij deze. Even kijken, kunnen we die er bovenop zetten? Dat kan niet. We kunnen hem wel hier neerzetten. Ik zet hem liever even hier dan neer. Kan ik er misschien nog twee neerzetten ook. Zo. Wat zal ik hier even ingooien? Oh, ik heb er weer twee bij. Damn, son. Ik heb er een beetje veel gemaakt. Niet dat dat erg is, want ik ben er alleen maar blij mee dat ik er wat meer heb. Zo, dan heb ik nog eentje. Kan ik die ook nog even ergens neerzetten? Oh, dan zet ik die wel zo mooi hier neer. Hoppakee. Heb ik lekker veel van die storage box. En eigenlijk wil ik ook nog even een kampvuur hebben. Of kan ik hier iets ophangen of zo? Iets van verlichting. Want ze hebben natuurlijk laatst is er een update geweest. Waardoor er enorm veel verschillende soorten dingen zijn toegevoegd. Dus ik vraag me af of ze misschien ook iets van lampen of zo hebben. Een kampvuur? En dan kom je toch snel bij een lantaarn uit. Nou, weet je wat ik doe? Ik maak nog even een kampvuurtje erbij. En als het zo meteen dag is, dan ga ik heel even snel wat meer resources verzamelen. Want dat is namelijk ook eigenlijk wel handig om te hebben. Het is natuurlijk altijd handig om te hebben wat meer resources. Tegelijkertijd kijk ik heel even in de furnace hoe het gaat met mijn metal fragments. Ik heb namelijk momenteel weer 47. Oh, dat gaat echt heel erg lekker, guys, trouwens. Kan ik het? Oh, dan moet ik hem eerst uitzetten voordat ik dat kan meenemen. Want hoeveel had ik er nou in totaal nodig? Want daar heb ik nog niet echt goed naar gekeken, want ik zag het wel ongeveer. We hebben er in totaal 250 nodig. En hoeveel hebben we nodig voor die Thompson? Voor dat geweer? Hebben we er 350 voor nodig. We kunnen wel een bone knife maken. Dat wil ik hebben. Een motherfucking bone knife. Dat klinkt episch. Oké, let's go. Dan hebben we heel erg veel hiervan nodig. Wacht, hoe duur was die ook weer? 60. 60 precies. 62. Kan ik mee leven. Hoppakee. Een bone knife. Wat hebben we er nog meer voor nodig? Even kijken waar ik hem ook weer zag. Was hier nou een bone knife? Hier, een bone knife. En 30 cloth. Boom. Nice. We hebben een bone knife. Oh, wat episch. Kijk dan. Dat is toch. Oh, wacht even. Moet ik natuurlijk wel even het goede vakje van mijn inventaris hebben. Kijk dan. Oh, nu hebben we gewoon een mes. Dat is echt fucking episch. Want als we nu moeten gaan vechten tegen een beer of iets dergelijks. En stel voor, we hebben even geen ander wapen ter beschikking dan een mes, kunnen we dus gewoon met deze boon, oftewel eigenlijk gewoon een bot van een beest, of misschien wel van een mens, want we hebben ook al één persoon doodgemaakt in deze serie, kunnen we dus gewoon andere mobs en mensen ook weer doodmaken. Dus dat is voor ons echt heel erg mooi meegenomen. Ik ga dus nog even wat meer hout verzamelen, want hout is namelijk altijd extra handig om te hebben. Gelukkig kunnen we dat enorm snel meenemen vanwege dit. Waarschijnlijk moet je nagaan hoe snel het zo meteen wel niet gaat wanneer we dat andere gereedschapachtige ding hebben, wat ik nu probeer te maken. Maar daarvoor heb ik wat meer van die metal fragments nodig, dus we zullen er nog even mee moeten wachten. Jammer genoeg kun je geen minimap hebben in deze game. Dat vind ik echt balen. Want nu kan ik namelijk natuurlijk nooit meer mijn huisje terugvinden als ik niet goed uitkijk. Dat vind ik echt heel erg nadelig. Ja, of ik moet hier echt een enorm groot dorp van gaan maken. Dat zou natuurlijk wel kunnen. Want het zijn geloof ik geen coördinaten, of wel? Als het coördinaten zijn, dan is het een ander verhaal. Dan zou het in principe wel te doen zijn namelijk. Ik zie hier alleen heel weinig beesten. Ik vraag me af of die hier wel ergens spannen. Kijk dan, ik heb nu gewoon alweer meer dan 6000 hout. Op deze manier blijven we wel een tijdje leven. Dit klopt ook gewoon totaal niet, weet je. Kijk hoe fucking veel
houtje krijgt van zo'n super klein boompje. Gewoon evenveel hout dat als je krijgt van zo'n hele grote boom. Dat zijn wel van die dingen die mogen ze wel wat realistischer maken voor mij. Want hebben ze namelijk in de forest hebben ze dat ook wel wat realistischer gemaakt. Maar hier is het realisme op dat gebied ver te zoeken. Ook al kunnen ze natuurlijk niet letterlijk alles realistisch maken, maar dat lijkt me vrij logisch. Kunnen we trouwens daar ook stone van meenemen? Ik denk het eigenlijk wel. Ik denk dat we dit nu wel kunnen weghakken met de tool die we nu hebben. Nee, toch nog niet. Dat vind ik jammer. Nou, als we maar gewoon een beetje in het gebied blijven, komt het wel goed. Zo, ze hebben al die bomen hebben 750. Waar is muis? Hier was hij toch? Nee, joh. Je gaat me niet vertellen. You're not going to tell me that I lost my house already. Nee, dat is niet zo, toch? Nou, hij is daar. Ik schrok al. Ik ben persoonlijk iemand die echt mijn plekjes en dergelijke in games altijd enorm snel kwijtraakt. Dus ik ben er ook altijd bang voor dat dat weer eens een keertje gebeurt. Oké, dan even kijken. Het is in ieder geval dag. Wat zie ik daar dan? Oh, dat is wel chill dat we in een desert zitten. Want ja, op een of andere manier heb je wel een leuk uitzicht. Kijk, dan zit je hier lekker met een lekker chickie, weet je wel. Een lekker hapje erbij. Lekker drankje erbij. Lekker blikje energy. Euroshopper, suikervrij. Mijn lekkerste energy vind ik zelf. En bullet suikervrij is ook echt fucking lekker. Ik weet niet waarom ik suikervrij lekker vind. Maar in ieder geval, dat terzijde. Ik heb het één keer ooit gedronken. En toen dacht ik van, nou, ik vind op een of andere manier vind ik het wel lekker. Dus ja, toen bleef ik het drinken. Dat heb je wel vaak. Als je iets lekker vindt, dan blijf je het drinken. En dan blijf je het doen. Even kijken. Ja, we hakken nog heel even wat meer hout weg. Puur voor de zekerheid. Zo. Ik hoop echt dat ik in deze server zou kunnen blijven. Want we hebben namelijk al best wel veel dingen gebouwd. Maar nogmaals, sta er niet van te kijken als de volgende aflevering in één keer in een andere server is. Kan ik namelijk vrij weinig aan doen dan. Als dat het geval is. Kan ik dit niet weghakken? Wat is dit eigenlijk? Kan je het niet? Nee, dat vind ik onnodig. Hoe moet ik ook weer naar binnen toe? Oh ja, ik moet via de onderkant naar binnen. Wat ook wel weer handig is. Want sommige mensen zullen dat misschien over het hoofd zien. Dat veel mensen dat doen hoor. Maar toch. Nee, hoeveel? Ik heb genoeg. Zo. Dan moet ik hem even openmaken. Dan pak ik alle metal fragments eruit. Of heb ik nog niet genoeg? Let's see. Ik wou deze maken. Oeh, ik heb bijna genoeg. Ik moet er nog een paar hebben. Ja, oké. Dan gaat hij nog even lekker door. Dus bij deze. Ignite furnace. Cool. Even kijken. Wat heb ik allemaal bij me? Ik heb weer erg veel hout bij me. Wat is dit? Foundation en wall. Ik ga mijn huis uitbreiden. Daar heb ik wel zin in. En dan ga ik er een deur aan vastmaken. Want dit is namelijk echt een drama. Ja, dat kan natuurlijk wel. Tuurlijk. Als ik hier gewoon een muur aan vastmaak. En hier een deur. Dan kan ik gewoon. Als ik hier naar binnen ga in dit gedeelte van de kamer. Kan ik zo. Ah ja, chill. Chill. Had ik al gezegd dat het chill was? Ik denk het wel. Oké, kijk. Of kan het niet zo? Oh nee, laat maar. Ik moet natuurlijk eerst dit hebben. Kijk zo. Hoppakee. Dan pak ik heel even mijn hamer erbij. Nice. Dat is 6, hè? Nee, ik heb hem weer verkeerd gedaan. Ik zie dat elke keer verkeerd op een of andere manier. Nou, let's go. Zo. Als goed is, gaat dit lekker snel. Hopelijk kunnen we dit uiteindelijk ook doen met iets anders. Of kan het hier ook al gewoon mee? Nee, dat kan niet mee. Je moet het echt met een hamer doen. Oké. Oh, we hebben hem zojuist gesloopt, of niet? Ja, ik denk het wel. Shit. Maakt niet uit. Doesn't matter. Hoppakee. Dit even afmaken. Nice. Oké, wat we nu zouden kunnen doen, zoals jullie kunnen zien, dit is nu helemaal mooi vlak. Ah, dat kan dus nog niet. Kut. Hoe komen we nu naar binnen in ons huis? Oh no. Oh no, kan ik dit niet weghalen? Oké, dat zuigt. Het zuigt pittig hard. Wacht, heb ik al een dak? Nee, hè? Als ik nou trappen naar boven maak dan. Kan dat? Trappen naar boven? Als ik dit nou zo doe. Hoppakee, come on. Kan ik dan nog een trap? Kan niet, hè? Ah, hoe kan ik daar bovenop komen? Shit. Ik kan geen deur maken. Dat is het hele probleem. Ik moet een deur hebben. Ik kan nu niet naar binnen komen in mijn huis. Oh my god, Job. Kan ik hem niet ergens mee slopen? A hammer made for my bunch of other crap. A stone hatchet. Nou, en weer een stone hatchet. Een torch. Als ik nou gewoon hier heel lang tegenaan blijf hakken, kan ik het dan niet slopen? Je zou zeggen van wel. Kan dat misschien hiermee? Oh! Lol! Wat? Nee! Verdomme, joh! Zo ja. Oké, cool. En nu een deur. Door. Oh nee, ik hoef helemaal geen door te hebben. Wat zeg ik nou weer? Ik moet een wall hebben. Wall. Kijk, let op, guys. Wall plan. Walls plaatsen we hier. Gewoon hier. Nee, kut. Die moet even weg. Oh, schijnbaar kan het hier ook mee. Nou, kom maar, kan dit weg? Nee, dat kan niet meer weg. Nou ja, dan niet. Nog een wall. Zo. En hier moeten er ook een aantal. Hoppakee. Nou, we kunnen het schijnbaar net zo goed hiermee doen. Dat is 2 klappen en is hier ook. Nou, 3 nu in één keer. Dit was het schijnbaar 2. Hoppakee. Hop en hop. Kijk. This is how we're rolling. We maken gewoon ons eigen huisje, guys. Kijk hoe episch. Dit vind ik nou gewoon echt oprecht vet, hè. Dit vind ik echt tof. Alleen nu moeten we dit natuurlijk nog dicht weten te maken. Nee, er moet wel een ingang blijven. Job, onthoud dat. Woe! Nice! Fuck yeah! Kijk dan! Gewoon in mijn eentje! Misschien ben ik wel heel trots, maar dat komt omdat ik namelijk nog heel weinig weet van deze game. Dus dan ben ik ook echt veel, ja, op een of andere manier gewoon heel blij omdat ik zo weinig weet van deze game. Ben ik gewoon heel blij dat ik dit dan toch heb weten te maken. Dat vind ik echt oprecht heel tof. Dus, vinden jullie deze video dan nu al leuk? Geef dan natuurlijk even een like. Of ja, nu al. We zijn al een aardig lange tijd bezig. Maar ja, toch. Window plan. En dan een wall plan. Wall. Window. Wall. Wall. Window. Come on. Nice. Dit is een beetje kut werken, by the way. Maar kan even niet anders. Hoppakee. Ah, dit gaat lekker hoor. Kijk dan. Kijk hoe dit eruit ziet, man. Ik zeg niet dat het een mooi huis is, hoor. Dat wil ik ook totaal niet mee duidelijk maken of iets dergelijks. Maar ik ben er gewoon blij mee. Ja, ik vind het tof. Alleen er zit nog niet echt een deur in. Dus die moeten we nog even maken. Dat je ook echt, zeg maar, de deur kan sluiten en dergelijke. Maar we hebben nu gewoon een ingang. Dat vind ik echt tof. Kijk, je kunt nu gewoon lekker naar binnen lopen. En nu hebben we al een raampje. Kijk. Yeah, bitches!
Science, bitch. Nee. Building, bitch. Oh, nice. Dit is tof. En dit is wel een beetje... Ah, dit is een leuk hutje. Ik vind het knus. Ik vind het leuk. Nu is het de vraag, hoe maken we een deur? Want ik zag geloof ik ook iets anders. Doorplan. Wooden doorplan. Ja, kijk. Come on. Ik ben tevreden. Ik zou niet weten waarom ik niet tevreden zou zijn. Even serieus. Ik ben gewoon tevreden. Ik vind het mooi. Alleen nog even een whaling plan. Of nee, geen whaling. Hoe heet zo'n ding ook weer? Stair plan. Stairs. Werkt dat niet zo? Foundation. Hè? Nou ja, weet je. We kunnen naar binnen. Laten we daar even heel blij mee zijn. Ik, oh, shit. Dat was niet de bedoeling. Ik ga naar binnen. Sluit de deur. En ik ga het hier belaten voor deze aflevering. Want we hebben zoveel kunnen doen. Insane. Jongens en meisjes, allemaal weer heel erg bedankt voor het kijken van deze nieuwe aflevering van Wast. Hier op mijn gamekanaal Doe Maar Gamen. Hebben jullie nou genoten van deze aflevering van Wast? Dan kunnen jullie hem uiteraard even belonen met een blauw duimpje omhoog. Dat moet je natuurlijk alleen doen als je de video ook daadwerkelijk leuk vindt. Ook al zou je mij er natuurlijk een heel groot plezier mee doen. Dan wil ik jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken. Abonneer kan hier onderaan de video. En dan zie ik jullie graag weer terug bij de volgende aflevering van Wast. Hier op mijn gamekanaal Doe Maar Gamen. Alle tips en tricks worden op prijs gesteld. Hier beneden in de comments. En dan zeg ik, later mensen.